welkom bij ons webinar Business Intelligence en CRM. Bedankt om aan te sluiten deze ochtend. Vanochtend zijn wij aanwezig met Geert Verzavel, ons accountmanager bij FSC. En een gast, Jean-François Dirks van Agilos Pre-Sales Consultants. Goedemorgen. Goedemorgen. Welkom allebei. Vandaag gaan we het dus hebben over business intelligence en CRM. We gaan beginnen met een korte uitleg in de notendop. We gaan de samenwerking met FSC en Agilos nader bekijken. En natuurlijk gaan we ook de theorie in de praktijk toepassen door middel van een live demonstratie. En daarna hebben we natuurlijk ook nog genoeg tijd voor wat vragen en bijhorende antwoorden. We proberen weer de tijd te respecteren, dus we gaan snel van start. Eerst en vooral eventjes uitleggen wat business intelligence is. Het gaat over data in de eerste plaats. Net zoals vroeger de mensen moesten leren lezen, begint nu data een hele belangrijke rol te spelen in ons dagelijks leven. Zowel op de werkvloer, maar ook privé worden we overstelpt met data. Het is belangrijk om die data te kunnen lezen, interpreteren en ook te kunnen toepassen op een juiste manier. Voor bedrijven, voor in mijn geval als marketing officer, heel erg belangrijk. Wat doen we met al die data? Hoe gaan we die data interpreteren en hoe gaan we die toepassen in onze marketingcampagnes? Dus data, belangrijk om ze te kunnen lezen, om ermee te kunnen werken, ze te kunnen analyseren, maar ook om erover te kunnen discussiëren en ze uiteindelijk ook toe te passen. We vergelijken dat eigenlijk met een cockpit van een vliegtuig, waarin piloten tijdens hun vlucht allemaal informatie te zien krijgen, allemaal data, verschillende lampjes die gaan opbranden, kaarten, navigatie, hoogtemeters, etc. En niet alle informatie is gedurende de hele vlucht even relevant, dus je moet de juiste informatie op het juiste moment kunnen analyseren en kunnen beslissen wanneer je juist welke informatie je gebruikt. En juist dat beslissen, dat is de stap naar business intelligence en CRM. Want wat kunnen we doen met business intelligence binnen CRM? Namelijk de juiste beslissingen nemen en de juiste strategische keuzes. Met de data in het CRM-systeem kunnen we de winstgevende marketingacties definiëren. We kunnen ook een voorspelling doen van de omzet op basis van de sales funnel. Het beheren van klantenondersteuning en het opvolgen van de service level agreements. En het analyseren van activiteiten van gebruikers. Conclusies trekken en daar ook weer de juiste acties ondernemen. En zoals we net hebben gezien bij de definities. Een mooie future, en dat gaan we zo meteen zien in de live demonstratie, is namelijk het presenteren en het real-time animeren van de data en de gegevens. Maar daar zo meteen meer over. Uiteindelijk is het belangrijk en de doelstelling dat uw datakwaliteit wordt verhoogd, zodat u meer zaken kan ontdekken over uw businessprocessen die u zonder die data en de business intelligence niet had ontdekt. Goed. Goedemorgen. Nogmaals, Geert Verzavel van FSC. Ik neem graag even de tijd om onze partner rond deze tool Agilos aan u voor te stellen. Ik geef ook nog even mee, mocht u bepaalde vragen hebben, schrijf ze gerust in de chat. We komen daar dan straks op het einde op terug. FSC was geruime tijd op zoek naar een goede partner om eigenlijk de BI-oplossing binnenin onze applicatie te versterken en te verbeteren. En wij zijn dan ook bij Agilos terechtgekomen. Agilos is een kliek elite partner met meer dan 500 klanten.
Maar binnenin die 500 klanten worden eigenlijk natuurlijk altijd ondersteund door een 20 gecertificeerde consultants. En wat heel knap is, is dat ze ook een eigen Certified Training Center hebben, waar we straks ook op terugkomen, maar waar we dan uiteindelijk als partner en ook u als eindklant ook uiteraard gebruik van kan gaan maken. Agilos is eigenlijk een partner van Effecy sinds 2014. We hebben daar een co-ontwikkelingsprogramma mee opgebouwd, waarmee dat wij onze CRM-expertise kunnen gebruiken en wij eigenlijk beroep kunnen doen op de consultants van Agilos betreffende de BI-expertise, natuurlijk gebaseerd op het ClickSense-verhaal binnenin Effecy CRM. Het is dan ook een volledig geïntegreerde oplossing voor uw CRM toe. We gaan daar straks zeker nog wel op terugkomen. We gaan ook een aantal standaard dashboards overlopen. Maar we gaan u zeker ook laten kennismaken met de grote gebruiksvriendelijkheid en flexibiliteit die de oplossing Click u kan bieden om heel snel presentaties te maken of een andere dashboard te genereren of een andere view te nemen. Maar daar komen we straks allemaal op terug uiteraard. Hè. Standaard is Click geïntegreerd in ons premium abonnement. Wilt dat zeggen dat u dat enkel in het premium abonnement kunt gebruiken? Nee, u kan dat bij elke versie van Effecy eigenlijk activeren. Neem dan gerust contact op met uw accountmanager en hij of zij komt met plezier een demonstratie geven als u dat wenst. We kunnen dat verder bekijken, maar u kan dat dus vanaf onze startermodule perfect gaan gebruiken. Zowel in de cloud als on-premise zijn daar mogelijkheden. We spraken al even over het uitgebreid competentiecentrum. Het gaat over training, integratie, ondersteuning. Ondertussen hebben wij ook wel de nodige expertise opgebouwd om dit ClickSense te activeren binnenin Effecy CRM. Maar zoals gezegd werken we nauw samen met de BI-expertise van de mensen van Agilos en kunnen we ook op hun competentiecentrum gaan rekenen om dit verder en verder te integreren. Ja, goeiedag. Ik ga even overnemen hier. Dus Jean-François Dirk spreekt nu van Agilos. Ik ga misschien even toelichten waarom de technologie die we hier gaan voorstellen, dus namelijk Click, waarom dat die eigenlijk interessant is, specifiek ook voor voor de exploratie van de gegevens. Dus... En om dat even toe te lichten, wou ik even aantonen wat dat eigenlijk het verschil is van deze technologie ten opzichte van, ik zou zeggen, de meer klassieke technologie die jullie misschien gewoon zijn als jullie rapporten maken. Dus als de rapportering bestaat uiteraard al heel lang binnen de organisatie. De meeste mensen gebruiken daarvoor eenvoudige tools zoals Excel of misschien meer applicaties waarin dat je rapporten gaat aanmaken in PDF en dergelijke zaken. En meestal zijn die oplossingen gebaseerd op query tools. Nu, wat betekent een query tool? Dat is namelijk een omgeving waarin dat je een vraag gaat stellen aan het systeem en het systeem gaat u dan een antwoord leveren op die vraag. Dat heeft tot gevolg dat je op voorhand de vraag moet kennen om de informatie te kunnen terugvinden. Nu, als dat natuurlijk voor elke maandagmorgen dezelfde vraag is, dan is dat natuurlijk zeer toereikend. Dan kan je zaken, bijvoorbeeld een wekelijks rapport gaan genereren die je elke maandag gaat bekijken. Maar meestal zijn de noden, en zeker in verband met data literacy, zoals we in het begin verteld hebben, dus dat je kunt omgaan met data, ga je meestal omgaan niet met altijd dezelfde vraag, maar met iets dat eigenlijk elke keer verandert. En ook ga je niet op voorhand weten waar dat de specifieke zaken zijn als er problemen zijn in een bepaalde sector van activiteit, ga je niet weten op voorhand welke sector van activiteit je moet gaan bevragen. En dus zitten we met een nood om eigenlijk informatie te kunnen vinden op een associatieve manier. En ik ga even uitleggen wat we bedoelen met associatieve manier. Dus als je kijkt hier aan de linkerkant, heb je informatie die mooi gestructureerd is. Dus ik vertrek van bijvoorbeeld het hoogste niveau, namelijk al mijn verkoop. Ik ga dan specifiek naar een departement. Onder mijn departement ga ik naar een verkoper. Onder mijn verkoper ga ik naar een bepaalde klant. En onder mijn klant ga ik naar een bepaald product. Een keer dat ik helemaal beneden zit
En ik wil nu iets weten over een andere klant of over een andere verkoper, dan moet ik die ganse hiërarchie terug omhoog klimmen om andere informatie terug te vinden. Ik zal even een eenvoudige vergelijking geven om duidelijk te maken hoe dan het associatief denken anders kan zijn. Stel dat je een avondje bent uitgegaan en je komt laat thuis en je gaat dan slapen en de volgende morgen vind je je autosleutels niet meer terug. Dat is natuurlijk heel lastig, zeker als je dan ergens naartoe moet rijden de volgende morgen. En dus je begint naar de sleutels te gaan zoeken. En je kan dat op verschillende manieren doen. Een manier is om gestructureerd te gaan zoeken in je huis. Je begint met de zolder, dan gaat je naar de tweede verdieping, dan naar de eerste verdieping en tot slot naar de kelder. En misschien gaat je dan op het einde inderdaad je sleutels gaan terugvinden, want die zitten ergens in het huis. Maar dat is misschien niet de meest efficiënte manier om informatie te doorzoeken. Een andere manier is eigenlijk om associatief te werk te gaan. Bijvoorbeeld, ik ga even nadenken en zeggen van, als ik gisteravond thuis ben gekomen, had ik eigenlijk honger. Dus ik ben naar de keuken gestapt. Dus je gaat al direct naar de keuken. En in de keuken, een keer dat je daar staat, zeg je van, ah ja, nu weet ik het weer. Ik had even honger en ik heb een sandwich klaargemaakt. Dus en daarvoor heb ik kaas genomen uit de koelkast. Dus ik doe de koelkast open en ik vind daar mijn autosleutels. Dus door associaties te maken, heb ik mijn informatie veel sneller teruggevonden. Ik sta in de keuken en ik herinner mij dat ik dan de koelkast heb opgedaan en op die manier kom ik tot de informatie die ik zoek. Omgaan met data is eigenlijk identiek hetzelfde. Dus in plaats van op voorhand te weten wat dat ik zoek, maak ik een eerste selectie, de keuken, of bijvoorbeeld in dit geval, ik selecteer een klant of ik selecteer een verkoper en ik zie dan iets, ik associeer dat met iets anders. En op deze manier werkt het menselijk brein. Dus hij ziet informatie, het menselijk brein ziet informatie en gaat direct aan iets anders denken. Van, ik zie dat er hier iets verandert in de gegevens of iets ongewoons is. Ik klik daarop en ik ga kijken alles wat dat daarmee geassocieerd is. Dus ieder punt kan eigenlijk het beginpunt zijn van de zoektocht naar hetgeen wat je zou willen weten. Ja, dus je kan van eender welke kant de informatie benaderen en vooral je kan ook heel snel van één punt naar een ander gaan verspringen. Okay. En dat wordt zo dadelijk wel heel duidelijk in de demo. Dus ik stel voor dat we dat straks ook even illustreren in de demonstratie. Prima. Dus het is ook zo, als ik het goed begrijp, dat je niet op voorhand al je parameters moet vastleggen, maar dat je steeds vanuit je algemeen overzicht kan vertrekken en van daaruit al je dashboards gaan beheren. En dat je niet meer moet beroep doen op een SQL-specialist binnen de firma, maar dat de eindgebruiker heel snel zijn selecties opnieuw kan maken. Ja, precies. En hij gaat ook nooit gelimiteerd zijn tot het resultaat van een vraag. Hij gaat altijd de volledige data ter beschikking hebben om daarin te navigeren. Oké, mooi. En dus inderdaad, als je dat dan gaat toepassen naar uiteindelijk je CRM-systeem, dan ga je eigenlijk de mogelijkheid hebben om die informatie te gaan halen uit je CRM-systeem. Maar vaak zie je ook, als je bekijkt naar alle data die beschikbaar is, je hebt data die binnen FSC zit, dus dat is de oplossingen die we nu hier gaan voorstellen. Correct. Maar daarnaast kan je ook andere informatie daarmee in relatie gaan brengen. Bijvoorbeeld, ik zou graag willen weten of dat er een relatie is tussen al mijn activiteit die in mijn CRM geregistreerd is en bijvoorbeeld informatie vanuit sociale netwerken zoals Facebook, zoals Twitter en die in relatie gaan brengen met elkaar om misschien nog meer informatie terug te vinden. Dus dat is met een tool zoals we het hier bieden zeker mogelijk. We gaan natuurlijk uiteraard starten met iets dat rechtstreeks uit het CRM-systeem komt, uit FSC. Indien jullie dat willen verder uitbreiden, is dat mogelijk en wij kunnen dan met onze consultants daar ook hulp bieden om dat op te zetten. Dat is zeer interessant, want ik heb van verschillende klanten de vraag gekregen of bijvoorbeeld LinkedIn, informatie van LinkedIn, zou mee kunnen opgenomen in rapportering bijvoorbeeld. Ja, ja, dus dat is dan inderdaad mogelijk door het verrijken van de bestaande dashboards die we bieden. Ja. En dit is natuurlijk enkel mogelijk indien de dashboards die je maakt ook zeer flexibel zijn. En je gaat ook zien dat je heel gemakkelijk zaken gaat kunnen aanpassen. Ik ga daar even op inspelen. Het gaat natuurlijk duidelijk over data die aanwezig is binnenin FSC CRM. Hè. Dus binnenin onze partnership beschikken wij over een OEM-licentie en dit gaat over data die in de FSC database aanwezig is.
Zegt u bijvoorbeeld, ja, mijn LinkedIn-informatie is op de dag van vandaag nog niet geïntegreerd binnen in FSC, neem dan gerust met ons contact op en kunnen we uiteraard gaan kijken hoe dat we dat kunnen gaan opnemen. En vanaf dat moment dat de data beschikbaar is in FSC CRM, kan u gebruik maken van al deze verschillende dashboards en het associatief model dat dan op de data losgelaten wordt. Hetzelfde geldt voor Excel-bestanden of andere toepassingen. Ja, precies. De theorie in de praktijk. Ik denk dat het tijd is om eens naar de praktische kant te kijken en dat we naar een demo-omgeving gaan van onze integratie tussen FSC CRM en Qlik. Met dank aan onze partner Agilos hebben we een aantal dashboards ontwikkeld en worden ook een aantal dashboards standaard meegeleverd binnenin onze FSC CRM-omgeving. Een van de dashboards is de Sales en Forecast dashboard, waarmee dat u natuurlijk perfect een opvolging kunt gaan maken van oké, hoe loopt mijn verkoop ten opzichte van mijn objectief, wat is mijn forecast, wat is mijn pipeline. Maar u kan daar heel ver in gaan. U kan overzichten per regio's maken, per landen maken, per product gaan maken. Dus uiteindelijk kan je ook, net zoals binnen in FSC CRM, binnen Qlik met een 360 graden view op uw data gaan werken en heel snel dus alle vergelijkingen maken. We hebben ondertussen ook een project dashboard ontwikkeld waarin dat u dan een opvolging van uw projecten kunt gaan maken. Welke projecten bevinden zich in welke status? Welke projecten kunnen nog opgeleverd worden in een bepaalde periode? Welke projecten verdienen onze extra aandacht omdat dit wat de deadline nabij komt? Kortom, een korte opvolging van uw projecten zijn daar mogelijk. De helpdesk, Arno sprak er daar straks al even van, de SLA, dus ook binnen in de helpdesk-omgeving van FSC kan u perfect een klikoverzicht krijgen van bijvoorbeeld geef een overzicht van alle cases van de laatste maand met een status die nog in behandeling zijn bij de klant bijvoorbeeld. U kan van het ene snel doorklikken naar het andere. En onze laatste nieuwe dashboard is de usage. Dat gaat over het gebruik van de gebruikers binnenin FSC. Hoeveel keer heeft iemand een actie aangemaakt of heeft een actie gedelete en hoeveel keer heeft hij erop geklikt, maar het kan even goed losgelaten worden op documenten, op opportuniteiten, e-mails, kortom op alle modules die u kent binnenin uw FSC CRM-omgeving. Dat is wel heel interessant natuurlijk, want dat betekent dat je aan de hand van bijvoorbeeld de usage dashboard ervoor kunt zorgen dat het gebruik van FSC correct gebeurt en dat je dat ook kan gaan boosten. Ja, en dus dat correct. Je ook de toegevoegde waarde van FSC gaat verrijken dankzij de dashboard. Inderdaad, dan spreken we over datakwaliteit. Dat dan ook weer kan kaderen in uw GDPR, compliancy, waarmee dat je dan heel makkelijk zaken kunt gaan terugvinden en gaan opnemen. Het leuke ook is dat eigenlijk de dashboards op een heel makkelijke manier ook kunnen aangepast worden. Dat gaat we straks even tonen in de demo. Maar als u zegt in plaats van een staafdiagram heb ik liever een taartendiagram of ik heb liever nog een andere weergave. Dat zijn zaken die eigenlijk allemaal redelijk makkelijk kunnen aangepast worden. Net zoals een verhaal vertellen, wat bedoelen we daarmee? U heeft de mogelijkheid om ook presentaties te maken, voor te bereiden. En dat ook gaan we zo dadelijk even tonen tijdens de live demo. Daar gaan we nu even naartoe. Binnenin FSC heeft u natuurlijk uw layout, uw weergave, en ziet u de mogelijkheid om binnenin de rapporten uw Qlik dashboards meteen terug te vinden, als ook via deze manier te navigeren. En ik kan u perfect zeggen van ik open een specifiek dashboard, een specifiek rapport zal ik maar zeggen. Ik neem nu even deze dashboard. Hij gaat die natuurlijk op dit moment even openen. U ziet dat dat binnenin FSC gebeurt. Dus het is gewoon een extra scherm dat binnenin FSC wordt geopend. Ik heb weer een kleine vertraging, maar dat heeft met de opnameapparatuur te maken. Maar zo kan u eigenlijk gaan bepalen wie welke rapporten mag raadplegen of wie welke rapporten mag gaan gebruiken. We zien hier ook dat vertrouwelijke knopjes bovenaan beschikbaar blijven. Dus we blijven echt binnen de FSC-omgeving met deze dashboard. Inderdaad, dus u kan binnenin dit dashboard gaan instellen als een van uw favorieten. U kan het editeren, u kan het sharen, u kan het printen of u kan naar de helpmodule doorgaan. Maar zo herkent u natuurlijk onze FSC-omgeving. Ja,
Nu, misschien kan ik even toelichten, vermits dat ik daarnet over associativiteit even een uitleg heb gedaan, denk ik dat het goed is dat we dat even toelichten hier aan de hand van dit dashboard. Dus we hebben hier een dashboard die een aantal KPI's toont en al de gegevens die je ziet op een dashboard zijn associatief met elkaar verbonden. Nu, wat betekent dit? Ik ga even overschakelen naar een minder visueel dashboard, maar om goed uit te leggen wat we bedoelen met associativiteit, ik denk dat dat wel belangrijk is dat dat duidelijk is. Dus ik heb hier een aantal informatie vergaard op dit scherm. Dus ik heb informatie over mijn verschillende verkopers, die je hier aan de linkerkant ziet, over de verschillende productfamilies die ik verkoop, waaronder ook de producten zelf, over de klanten aan wie dat ik dat verkoop, over de landen waarin deze producten verkocht worden en ook in welke periode dat ze verkocht worden. Dus allemaal informatie die aanwezig is binnen FEC. Dit zijn inderdaad FEC-velden die je daar kunt gaan bij betrekken. Inderdaad. En nu ga ik even uitleggen wat we bedoelen met associativiteit. Associativiteit begint altijd met een selectie van de gebruiker. Dus ik kan eenders waar in die data een selectie maken. Bijvoorbeeld, ik heb hier interesse even in een bepaald product, omdat dat een product is die ik graag zou willen naar voren schuiven. Bijvoorbeeld, mijn cloud van... dus mijn cloud e-mails. Dus als ik even cloud e-mails ga selecteren, dan ga je zien dat dit product groen wordt getoond in de interface. Dus dat betekent die familie van producten zijn geselecteerd als een selectie van de eindgebruiker, dus van mezelf. Dus dat groene, dat ga je doorheen de ganse applicatie gaan terugvinden, dat komt overeen met de selectie. Dus ik zie dat hier in het groen, ik zie hier ook aan de bovenkant in de zwarte balk, dat die selectie wordt gedaan op het product familie veld. En als ik hierop klik, zie ik inderdaad ook dat deze selectie in het groen komt te staan hier. Nu, niet alleen zie ik mijn selectie in het groen, maar ik zie ook andere zaken gebeuren in mijn scherm. Ik zie een aantal zaken in het wit naar boven komen en een aantal zaken in het grijs. Dat is eigenlijk een indicatie van wat met deze selectie geassocieerd is. Dus ik heb een aantal verkopers die geassocieerd zijn met dit product. Met andere woorden, verkopers die dit product ofwel voorgesteld hebben aan klanten, ofwel reeds verkocht hebben aan klanten. Ja. En ik zie ook dat er verkopers zijn die niet geassocieerd zijn. En dat is juist het sterke punt van associativiteit. Dat is dat je nooit informatie verliest. Je zou bijvoorbeeld zo'n informatie ook kunnen terugvinden aan de hand van een query tool. Wat ga je dan doen? Je gaat een vraag stellen aan het systeem van geef mij alle verkopers die het product cloud e-mails gaat verkopen. En dan ga je het witte resultaat te zien krijgen, maar alles wat dat grijs is, gaat weggefilterd worden uit uw vraag. Dus je gaat nooit zien dat bijvoorbeeld in dit geval Aurélie, hier, een van mijn verkopers, deze cloud producten niet verkoopt. En dat is meestal wel het meest interessante informatie, te zien wat is nu niet geassocieerd met mijn selectie. Maar we zeggen nog wat andere wijzigingen, die andere criteria zijn ook wijzigingen. Ja, inderdaad. Ik zie bijvoorbeeld dat ik dit product in deze landen hier, België, Frankrijk enzovoort, ga verkopen, maar niet in de andere landen. Ik zie ook dat ik ze verkoop in deze jaren, maar nog niet voorgesteld hebben voor volgende jaren, enzovoorts, enzovoorts. En het interessante is ook, ik kan spelen met deze informatie. Dus dat betekent, ik zie hier bijvoorbeeld dat cloud e-mails niet door Aurélie verkocht wordt. En mijn vraag zou zijn, van dat is eigenlijk wel eigenaardig, want ik heb nochtans gevraagd aan al mijn verkopers om cloud naar voren te schuiven. Dus ik ga even klikken op Aurélie en je gaat zien dat met het klikken ineens mijn scherm gaat aangepast worden aan mijn selectie. Dus mijn associativiteit volgt mijn selectie. Dus nu zie ik dat inderdaad Aurélie cloud e-mails niet verkoopt, maar wel een aantal andere cloud producten. Ik zie ook dat die enkel in België en Frankrijk verkocht wordt. Maar ik zie ook dat er in Canada klanten zijn en blijkbaar verkopen die niet cloud e-mails. Dan ga ik even hierop klikken, dus op de Canada-scherm. En opnieuw gaat mijn associativiteit veranderen en nu zie ik wie zijn die klanten in Canada, wie is de verantwoordelijke verkoper die dat hier verkoopt, enzovoorts, enzovoorts. Ik kan dan bijvoorbeeld de verantwoordelijke verkoper weer gaan selecteren en nu zie ik alles wat dat geassocieerd is met deze verkoper in Canada. Dus je ziet associativiteit
laat u toe om echt te springen van één punt naar een ander en heel snel inzicht te krijgen in uw data. Met een query tool is dat veel moeilijker. Als je in Excel al die filters telkens moet aanpassen, dan zie je inderdaad wat daarmee gelinkt is, maar niet wat daar niet mee geassocieerd is. En daar zit de rijkdom van uw data. Nu, deze informatie dus laat mij toe om, dus deze omgeving laat mij toe om daarin te navigeren en de data te exploreren. Maar natuurlijk, het is interessant om te zien welke verkoper wat verkoopt, maar ik ben vooral geïnteresseerd in hoe goed ze dat verkopen. Dus wat zijn, wat is de kwaliteit, welke KPI's, welke indicatoren kan ik daarmee zien? Dit is inderdaad een mooi voorbeeld dat je niet op voorhand moet gaan bepalen van uit welk product wil ik vertrekken. Ja. Dus je kan op elk moment binnenin uw opgevraagde informatie alsnog een ander product gaan selecteren. Inderdaad. En nu dat ik deze selectie gemaakt heb, hier bijvoorbeeld François als verkoper in Canada, zie ik dat die hier op de bovenste zwarte balk ook geselecteerd worden. Waarom staan die er hier twee keer? Wel, omdat dit mij toelaat om naar een ander scherm te gaan, waar dat die blokjes hier niet meer op staan. Maar ik behoud wel mijn context, mijn selectiecontext en alles wat dat ermee geassocieerd is. Dus als ik nu naar mijn eerste dashboard terug ga, dat ik daarnet te zien had, dan ga ik eigenlijk mijn KPI-dashboard te zien krijgen, maar enkel voor deze verkoper en enkel voor Canada. Nu, in Canada verkoop ik momenteel niet veel, dus ik ga die even weghalen, die selectie. En als ik deze selectie weghaal, zie ik alles wat dat deze verkoper gaat verkopen. Dus nu heb ik mijn focus gelegd op één bepaalde verkoper en ik zie mijn volledige dashboard voor deze verkoper. Als ik de selectie weer aanpas of weghaal, dan zie ik ook telkens mijn dashboard die gaat aanpassen. Bijvoorbeeld, dit is dan het overzicht voor alle verkopers en dit is het overzicht voor de verkoper François. Ik kan meteen hier vergelijken hoe goed dat hij het stelt ten opzichte van vorig jaar, ten opzichte van alle verkopers ten opzichte van vorig jaar. Ik kan ook binnen mijn dashboard selecties maken. Als ik enkel geïnteresseerd ben in een bepaalde periode, selecteer ik die bepaalde periode. Mijn KPI's gaan mijn selectie opvolgen. We hebben zometeen de Q&A, maar we krijgen een vraag binnen die misschien meteen even kan laten zien worden. Dat was deze vraag van Aurelia. Ja, dus de vraag die gesteld wordt is, mocht Aurelia nu alleen het rayon België en Frankrijk doen, dan is het dan ook mogelijk om bijvoorbeeld een andere rayons te elimineren. En dat is zeker mogelijk. En dat is een van de interessante zaken. Als ik kijk hier naar het feit dat ik inderdaad alleen maar Frankrijk en België heb, dus ik kan deze twee hier gaan selecteren en op dat moment is al de rest geëlimineerd. Dus ik zie hier alleen maar de KPI's van Frankrijk en België. Ik zie in dit geval François voor deze twee landen en ik kan terug gaan bijvoorbeeld naar Aurelia en de informatie voor Aurelia gaan bekijken voor deze twee landen. Dus al de rest wordt automatisch eruit gaan geëlimineerd. Als ik geen verkoper zie, zie ik de volledige verkoop enkel voor België en Frankrijk. Dus je kan echt spelen met die selecties en het is tamelijk gemakkelijk om daar ook veranderingen in te maken. Dus als ik het ook goed begrijp, hè, is het niet alleen door uw klikgedrag dat de dashboard zich zal aanpassen, maar houdt hij ook de selecties bovenaan bij, waardoor je ze ook daar heel makkelijk kunt elimineren en van daaruit weer naar uw beginsituatie gaan. Mooi. Ik neem even inderdaad een voorbeeld van deze collega bijvoorbeeld, François Stas. Ik zeg van, wat verkoopt hij allemaal? Wat is zijn target? In welke landen is die actief? Ik kan ook zeggen, ik ga enkel België selecteren, want ik wil nu eens zien wat die in Brussel bijvoorbeeld actief aan het verkopen is. Daarna wil ik gaan kijken van, specifiek in die sector, welke klanten zijn daar allemaal en welke product neemt hij af? En wil ik ook eventueel per product eens gaan zien, hoe stelt hij het? Wat is zijn omzet? Dus door deze selecties te maken, heb ik nu ook de mogelijkheid om binnenin deze dashboard naar een ander overzicht te gaan. Bijvoorbeeld het overzicht van, over welke klanten spreken we hier? Hier bovenaan ziet u weer die selectie lopen, dat ik inderdaad François geselecteerd heb voor het land België. Als ik erop klik, zoals net getoond, kan ik natuurlijk nog iemand of een ander land selecteren. Ik krijg hier mooi een overzicht van zijn klanten.
Ik zal de verschillende klanten kunnen gaan aanduiden, maar ik kan ook zeggen, en ik neem u even groot Brussel zal ik maar zeggen, hè, deze selectie, dus ik kan hier met een loop heel makkelijk een bepaalde selectie nemen en ik hou nog 22 landen of, klanten over, bijvoorbeeld uit de streek van het Brusselse. U zag meteen dat het rapport zich ging aanpassen. Ik kan alsnog dit weer loslaten op een ander overzicht, bijvoorbeeld geeft men u eens een overzicht per product. Dan krijg ik hier een mooi overzicht van François, van België, in die bepaalde streek die ik genomen heb, namelijk deze 22 klanten. En wat heeft hij bijvoorbeeld gedaan op cloudniveau? En dan zien we onmiddellijk dat François een zeer goede prestatie geleverd heeft, hè, met meer dan 505% op zijn target in de cloudomgeving. Dat is maar, goed. Ja, maar op deze manier krijg ik inderdaad heel snel inzicht in data. Ik kan dat combineren met bijvoorbeeld ook nog trainings. Ik kan dat gaan combineren met bijvoorbeeld FSC-licenties. Of ik kan deze zaken allemaal weer loslaten. U ziet dat ik niet op bewaren moet gaan klikken. Hè. Het systeem past zich aan uw klikgedrag. Hè, waardoor dat je heel snel van het ene naar het andere overzicht kan gaan navigeren. Ja, je navigeert eigenlijk binnen de data zoals je op een website zou navigeren. Dus je verwacht inderdaad bij elke klik dat je meteen een antwoord krijgt op ja. Nu wil ik meer weten over dit, nu wil ik meer weten over dat. Het is ook een zeer natuurlijke manier om met data om te gaan. Ongeacht de vraag die ik mij op voorhand gesteld heb. Ja, inderdaad. Dus ik kan à la minute eigenlijk die beslissingen gaan nemen. Nu goed, dit is een overzicht van de cloudklanten. Ik zou nu natuurlijk ook kunnen zeggen van kijk, geef mij nu eens een overzicht van welke opportuniteiten zijn dit allemaal. Want het zou geen complete integratie zijn, mocht ik bijvoorbeeld zeggen van oké, ik kan van hieruit doorklikken naar de FSC-fiche zelf. Ik heb hier nu maar eentje staan, als ik bijvoorbeeld zeg van ik neem de country weg bijvoorbeeld, hè, of de company, een bepaalde sectie, dan krijg ik weer een aangepaste layout. Dus ook van daaruit kan ik weer perfect gaan meerdere data opvragen. Vervolgens kan ik op deze lijn klikken en gaat hij rechtstreeks binnenin FSC een juiste record gaan openen. Dus u kan effectief wel rechtstreeks vanuit de klik-dashboard naar de FSC-records zelf toegaan. En daar kent u de vertrouwde werking uiteraard. Hey, kan ik alle gelinkte contacten terugvinden, gelinkte opportuniteiten terugvinden. Dus dat betekent, we zitten hier echt met een volledige integratie, waarin dat we vanuit de FSC-standaard schermen analyse kunnen gaan doen van bepaalde klanten. En in één keer dat de analyse gedaan is, kunnen we dan op binnen die dashboard ook weer terug linken naar FSC om bijvoorbeeld een opportuniteit te gaan bekijken of een bepaalde klant. Ja. Dus de twee zijn echt met elkaar geïntegreerd. Inderdaad, hè, als ik het dan even doortrek naar een ander dashboard die ontwikkeld is, op klachtenniveau bijvoorbeeld, kan je dan een gelijkaardige selectie maken, maar dan van daaruit bij die klant gaan zien, oké, wat is er op die klacht al ondernomen? Welke acties zijn er gebeurd? Wat is de e-mail? Wat is de status? Dan kan je dan weer voor meer detailinformatie gaan terugvinden. Ja, en dus inderdaad de juiste actie nemen op basis van het resultaat van de analyse. Dus inderdaad. Dat is wel interessant, inderdaad. Inderdaad. Misschien ook goed, want we hebben nu een aantal standaard dashboards bekeken. Ik heb ook een aantal vragen zien passeren over die standaard dashboards. Dus inderdaad, die standaard dashboards zijn meteen beschikbaar en al gebouwd. Dus je moet die niet opnieuw gaan bouwen, die zijn meteen beschikbaar. Een van de zaken natuurlijk is dat een standaard dashboard misschien niet 100% is wat dat je graag elke dag of elke week zou willen opvolgen. Dus een van de mogelijkheden die je ook hebt als eindgebruiker van FSC, is dat je die dashboard voor jezelf ook gaat kunnen personaliseren. Dus deze tool heeft niet alleen de mogelijkheid om te navigeren in de data, maar laat ook toe om een aantal zaken te gaan personaliseren. Ik zal even een voorbeeldje geven, als we even terug naar het standaard dashboard terugspringen, waarin dat ik bijvoorbeeld al mijn verschillende objectieven te zien krijg. Ik ga even al mijn selecties wegdoen om te zien van dit is eigenlijk het dashboard waarin dat ik de globale informatie te zien krijg. En je ziet hier bijvoorbeeld dat ik mijn objectieven staan hier op nul. En voor de eenvoudige reden dat ik als bedrijf geen objectieven in FSC heb ingenomen. Uiteraard,
Als ik geen objectieven heb bepaald binnen FSC, heeft het ook geen zin om ze te gaan meten. Dus voor mezelf kan het interessant zijn om hier een aantal zaken te gaan aanpassen. Ook zie ik hier bijvoorbeeld een pie chart en ik had misschien de informatie op een andere manier willen gaan bekijken. Dus er zijn verschillende manieren om de zaak te personaliseren. De eenvoudigste manier is gewoon om een aantal zaken die reeds bestaan te gaan aanpassen. Bijvoorbeeld, ik had liever in plaats van een donut chart een pie chart gezien hier. Ja. En wat ik kan doen, ik kan hier op het exploratiemenu klikken en ik kan dan een aantal zaken aanpassen voor mezelf als gebruiker. Dus als ik liever een presentatie heb in de vorm van een pie chart, dan klik ik daarop en zie ik daar de informatie op een andere manier tevoorschijn tonen. Ik had die liever een beetje gedraaid. Dus ik kan al die zaken zelf voor mezelf gaan aanpassen. Als ik dit nu sluit, gaat de aanpassing behouden blijven voor mezelf als een gebruiker en een andere FSC-gebruiker gaat wel nog steeds het standaard dashboard te zien krijgen. Je kan zelfs een beetje verder gaan, zoals ik daarnet zei, die objectieven wil ik hier niet zien, want die zijn voor mij niet pertinent. Dan heb ik hier een knopje genaamd Edit, en als ik hierop klik, dan kan ik zaken beginnen aanpassen voor mezelf. Dus ik ga eigenlijk een kopie nemen van het standaard dashboard, en ik ga nu voor mezelf dit dashboard volledig gaan customiseren. Bijvoorbeeld de objectieven heb ik hier niet meer nodig, dus ik haal die er gewoon uit, want ik heb geen extra informatie over objectieven. Maar ik had eigenlijk wel graag een aantal informatie te zien gekregen, de standaard gezien binnen mijn dashboard. Dus ik ga hier bijvoorbeeld een staafdiagram gaan toevoegen. En binnen dit staafdiagram had ik graag informatie per land gezien van bijvoorbeeld mijn verkoopcijfers. Dus ik ga hier de verkoopcijfers gaan bekijken per land. En heeft dan automatisch dit hier gaan toegevoegd. En in plaats van deze pie chart had ik eigenlijk een totaal andere grafiek willen toevoegen, namelijk een tree map. Dus wat is een tree map? Dat is eigenlijk een andere manier om de informatie te bekijken. Hier in bijvoorbeeld waar dat ik meer informatie eventueel kan tevoorschijn brengen binnen deze grafiek. En ik kan hier ook bijvoorbeeld ook weer terug kleurtjes gaan aanpassen. Dus in plaats van een enkele kleur wil ik hier voor elke dimensie een verschillende kleur te zien krijgen. En als ik zeg van bijvoorbeeld binnen mijn land had ik graag weer informatie te zien tevoorschijn gemaakt die dan niet per land maar per productfamilie wordt toegevoegd, dan voeg ik die hier gewoon aan toe en ik ga die als een tweede dimensie toevoegen in mijn grafiek. Dus je ziet, je kan eigenlijk zaken voor jezelf gaan aanpassen. Een keer dat ik dit gedaan heb, gaat dit dashboard voor mijzelf ook weer specifiek beschikbaar zijn, volledig aangepast als eindgebruiker. Dus ik ben niet verplicht om altijd de standaard zaken te gebruiken, ik kan ze heel snel aanpassen. Nu, je kan zelfs nog een stapje verder gaan en zeggen van, ik had graag eigenlijk een vergelijking van al mijn verkopers gezien. En ik zie hier nergens in mijn dashboard een vergelijking van mijn verkopers op een aantal KPI's. Wat ik kan doen, ik kan een volledig blanco nieuw dashboard opstellen. En we gaan hier dus een specifiek dashboard aanmaken voor mezelf. Helemaal wit. En ik ga daarin nu mijn eigen analyses in gaan definiëren. Bijvoorbeeld, ik kan zeggen, ik ben geïnteresseerd in het visualiseren in een scatterplot. Dus dat is eigenlijk een puntdiagram, zoals we het ook noemen. En ik wil daarin, elk puntje gaat dan een bepaalde verkoper zijn. En voor deze verkoper, die wil ik nu gaan meten op average deal size. Dus dat is een van de indicatoren die beschikbaar zijn. En daarnaast wil ik ze ook gaan vergelijken met mijn volledige verkoop. En door deze selecties te maken, zie ik bijvoorbeeld heel interessante informatie die nog niet in het dashboard aanwezig was, maar daar zie ik meteen welke zijn nu de verkoper die grotere deals verkopen, die kleinere deals verkopen, die heel veel verkopen, die heel weinig verkopen. Bijvoorbeeld degene die hierboven staat, die gaat heel veel verkopen, maar allemaal kleine deals. Deze gaat hier grote deals verkopen, maar uiteindelijk totaal niet evenveel als deze verkoper hier. Nu, dit cijfer is nu globaal, hoe dat de verkopers het doen. Maar als ik nu dit nu wil nog verder gaan verrijken met bijvoorbeeld, laten we even de productfamilie erbij zetten. Ik ga hier even de productfamilie erbij schuiven. Als ik dit nu
ga selecteren op de, bijvoorbeeld de e-mailcloud, dan zie ik meteen hoe dat mijn verkopers het doen, of bijvoorbeeld Efficy, dan zie ik meteen hoe dat mijn verkopers het doen voor dit bepaald product. En je ziet meteen dat voor Cloud Efficy, dat die verdeling van verkopers helemaal anders is dan algemeen. Dus je ziet ook meteen, bijvoorbeeld François Stas zit hier aan de linkerkant. Als ik nu even terug de, het cloud component ga zien, dan zie ik dat hij op een andere plaats in de verdeling terechtkomt. En zo kan je verschillende analyses zelf voor jezelf gaan opbouwen. Telkens via dat associatief model wat u uitgelegd heeft. Inderdaad, want ik heb nu, ik wou bijvoorbeeld, als ik nu wil focussen op de verkopers die te weinig, te kleine deals gaan verkopen, dan focus ik bijvoorbeeld op deze verkopers. Deze selectie, ja. Ja, en dan zie ik ook dat die accountmanagers specifiek geselecteerd zijn. Dus als ik nu terug ga naar mijn hoofddashboard, dan kan ik weer verder analyses gaan maken binnen mijn dashboard. En ik kan zelfs een stapje verder gaan en zeggen, ik heb hier deze verkopers nu geselecteerd. En ik zie hier inderdaad dat deze verkopers, dat die, als ik kijk naar de weighted forecast, tamelijk hoog zitten, maar dat dat vooral in december snel gaat stijgen. Dus dat lijkt mij toch een beetje gevaarlijk. Ik ga daar even een fotootje van nemen. En ik ga dit vergelijken met eigenlijk de globale evolutie, waarin dat ik zie dat de ratio veel kleiner is. Dus daar ga ik ook een fotootje van nemen. En ik ga misschien de globale KPI daar ook een fotootje van nemen. En wat dat ik nu ga doen, ik ga bijvoorbeeld een meeting organiseren met een aantal collega's, ja, om daarover een aantal zaken te bespreken. Dus om dit te doen, ga ik hier een soort presentatie opstellen. We noemen dat stories, verhalen. En dus in die presentatie kan ik nu alles wat dat ik, de fotootjes die ik genomen heb, kan ik hier rechtstreeks inschuiven. Dus ik heb hier een fotootje genomen over de evolutie. En ik ga het fotootje dat ik erin heb genomen rechtstreeks hierin schuiven. En ik kan bijvoorbeeld zeggen, ik ga ook even de KPI erbij schuiven waarvan ik het fotootje genomen heb. En ik ga een titeltje toevoegen die zegt waar dat ik even over wil discussiëren. Bijvoorbeeld hier de verkopers met kleine deals. Voilà, oeps, ja. Even te snel ingetypt, ja, zo. En deze verkopers wil ik nu, ik kan daar bijvoorbeeld ook een woordje uitleg toevoegen in een paragraaf. We zien dat, puntje, puntje, puntje. Dus je kan daar echt informatie gaan toevoegen. En een keer dat dit klaar is, dat deze presentatie klaar is, kan ik dat ook dan gaan bespreken met de verschillende mensen, mijn verschillende collega's. En met dat ik hier door die slides loop, door die verschillende elementen, kan er iemand in de zaal mij zeggen van, ja, maar de verkopers met kleine deals, over welke verkopers ga je het eigenlijk, heb je het nu? Ah, dat staat hier niet in mijn slide, maar ik kan er wel rechtstreeks op klikken, en dan word ik eigenlijk teruggestuurd naar het dashboard waar dat ik mijn foto genomen heb, en met de selectie die ik gemaakt heb. Dus ik zie hier ook meteen, welke zijn nu de verkopers die ik hiervan geselecteerd heb. Mooi. En je blijft natuurlijk de ganse interactiviteit behouden binnen je dashboard. Dus je ziet, die interactiviteit, die zit in de dashboard, maar die zit ook in de presentatie. Ja. En de storytelling, is dat enkel in deze dashboardomgeving Qlik beschikbaar? Of kan je die ook exporteren? Of? Dus dat is inderdaad het grote voordeel dat je hebt. Een keer dat je zo'n story gemaakt hebt, hier heb je natuurlijk de interactiviteit met de dashboard. Zoals je zegt van, ik zou dat graag willen verdelen aan een aantal mensen in een presentatie in PDF of in PowerPoint formaat, dan heb je een knopje waarin dat je deze informatie kunt gaan exporteren rechtstreeks naar PDF of PowerPoint. Okay. Die exportfunctionaliteit zit eigenlijk ook overal in de applicatie. Dus als je een bepaalde analyse aan het doen bent en je zegt van, ik heb hier een lijst van bijvoorbeeld, ik heb hier een lijst van opportuniteiten die ik graag zou willen bespreken, dan heb je altijd de mogelijkheid om dit weer dan bijvoorbeeld te gaan exporteren naar Excel of naar PDF of een image en dat soort zaken. Dus je kan altijd van het dashboard vertrekken, de ganse interactiviteit hebben en dan weer iets met de data doen die dan weer naar de buitenwereld gaat verbruikt worden. Mooi. Zeer interessant. Ja.
Ik heb het idee dat u daar nog heel lang over kan praten. Maar we moeten ook een beetje op de tijd letten. En we hebben misschien nog wat vragen. We eerst eventjes kort aanstippen. Volgend webinar is op 9 januari. En dat gaat over de GDPR en e-mailing functionaliteit. Bij ons in FC is dat Flexmail. En dan in februari gaan we een aantal tips voor een effectieve bedrijfsstrategie toelichten. Klein dingetje van huishoudelijke aard. We hebben nu ook een LinkedIn showcase pagina in het Nederlands. Deze gaat steeds meer uitgebouwd worden met relevante Nederlandstalige informatie gericht op de Vlaamse en Nederlandse markt. Dus volg zeker die showcase pagina. De link zit erbij en wordt ook in de presentatie meegestuurd. Ik zie dat er een aantal vragen nog binnenstromen. Misschien kunnen we die even aankaarten. We hadden eerst een vraag van, even kijken, even teruggaan, van Juri, denk ik. Van Jan. Die zei, zijn deze dashboards nu al gratis te gebruiken? Maar ik denk dat je daar al deel een antwoord hebt op. Dus ik heb daar inderdaad gedeeltelijk op geantwoord met te zeggen dat ze te gebruiken zijn. Dus de dashboards zijn meteen beschikbaar. Het woordje gratis moet misschien even toegelicht worden door de commerciële mensen. Ja, correct, correct. Dus het is inderdaad zo dat de ontwikkelde dashboards meegeleverd worden, zoals in een van de eerste slides aangegeven bij een premium abonnement. Hè. Mocht u een premium abonnement hebben, dan heeft u inderdaad ook toegang tot een dashboard-klik FSC-omgeving en zijn deze dashboards ter beschikking. Mensen die geen of klanten die geen premium abonnement hebben, kunnen optioneel als een soort van add-in, als ik het dan even zo mag zeggen, inderdaad ook naar een klik-abonnement gaan. En op het moment dat u dus effectief ook een klik-abonnement hebt via onze OM-licentie, zoals toegelicht, heeft u deze dashboards ter beschikking. Ik zou zo aanraden, neem eventueel contact op met uw accountmanager. Meneer De Strooper stelde de vraag, ik ben uw accountmanager, ik zal u daarom contacteren. Maar inderdaad, het is een extra licentie nodig om gebruik te kunnen maken van deze omgeving. Oké, okay. We hebben nog een vraag van Bas de Becker gekregen. Wij maken naast FSC ook gebruik van het MRP-systeem. Is het mogelijk om data van zowel het CRM-systeem als die van het MRP gezamenlijk te koppelen in FSC? Maar dat zal waarschijnlijk... Wel, ook dat, hè. Misschien even toelichten. Binnenin de omgeving dat we het vandaag voorstellen, hè, valt het onder de OM-licentie, wat betekent dat alle data die in FSC aanwezig is, kan gebruikt worden via deze oplossing die we aangeboden hebben vandaag, of getoond hebben vandaag. Natuurlijk zijn er ook wel andere mogelijkheden. Kan ook data die niet in FSC aanwezig is gebruikt worden, maar dan valt het buiten de mogelijkheid die wij rechtstreeks kunnen aanbieden, maar dan kunnen we uiteraard beroep doen op onze partner Agilos. Ja, dus er zijn inderdaad twee manieren om met bijkomende data om te gaan. Dus één manier is van ze inderdaad binnen FSC te gaan brengen. Ja. In dat geval kunnen we samen met de FSC consultants ervoor zorgen dat die informatie in FSC terechtkomt. En die kan dan ook meteen geëxploiteerd worden binnen het kader van de FSC-klik-licentie. Moest u zeggen van, ja, eigenlijk, ik heb een hele hoop data die ik eigenlijk zou willen combineren en die echt van andere bronnen komen en zonder dat dat echt nodig is om ze binnen FSC ook te gaan beschikbaar stellen, dan is dat zeker mogelijk, technisch gezien. Absoluut. En dan kan Agilos u zeker helpen om daar de beste oplossing voor te voorzien. Dus daar kunnen wij zeker, indien u daar dergelijke interesse hebben, kunnen we daar zeker op verder ingaan. Oké. Voor de rest zijn er nog vragen. Er was een vraag gesteld door iemand die eerder moest vertrekken of de video weer beschikbaar komt. Ja, die komt zeker beschikbaar. Binnen een week krijgt u de link naar de video van dit webinar toegestuurd. De link naar de presentatie krijgt u vandaag al toegestuurd. Ik zie dat er nog iemand aan het typen is met een vraag. Zullen we even op wachten. Ondertussen
Moest u nog andere vragen hebben, stel ze gerust. Moesten ze niet direct beantwoord zijn geweest in deze webinar, kunt u ze altijd als antwoord op de e-mail die wij gaan uitsturen ook weer aan ons de vraag stellen. En wij zullen daar zeker verder op gaan antwoorden. Het is inderdaad zo. Hè. Of neem gerust contact op met uw accountmanager. Hè. Die kan inderdaad ook altijd daar verdere uitleg over verschaffen. Ik zie de vraag binnenkomen. Zijn er nog cursussen of eventueel trainingen die je kunt boeken? Hè? Net zoals de andere onderdelen waarvoor trainingen zijn. Ja, dat is zeker mogelijk. Hou zeker via onze trainingsprogramma in het oog wanneer er eventueel publieke trainingen zijn. Dat zijn dan trainingen die hier op ons kantoor doorgaan. Maar indien gewenst kan er ook altijd een training op maat gegeven worden of besteld worden, zal ik maar zeggen. Zodanig dat je inderdaad kunt meer gaan werken of gebruik maken van dit onderdeel. Voor dat laatste gedeelte neem daar ook eventueel even contact op met de accountmanager. Nu, wij zien ook wie de vraag gesteld heeft. We zullen dan ook de accountmanager een bericht geven, meneer De Bekker, om met u daar eventueel contact voor op te nemen. Goed. De vragen kunnen gerust nog binnenstromen, ja. Geen enkel probleem. Ik zeg alvast, dank u wel voor jullie aandacht. Mensen die eventueel de meeting willen verlaten al. We hopen natuurlijk dat u weer massaal zult inschrijven voor een volgende webinar. We danken ook onze gasten van Agilos om mee aanwezig te zijn vandaag. Goed. Ook namens mijn kant bedankt voor het volgen. En ik denk dat we rustig kunnen afsluiten. En zoals gezegd, voor bijkomende vragen kan u terecht op het e-mailadres marketing@fsc.com of de accountmanager. Uw accountmanager. Nog een vraag. FSC 11 is onlangs uitgekomen. Heeft dit eventueel nog consequenties voor Kliq of blijft dit ongewijzigd? Op zichzelf blijft dit ongewijzigd. Hè. Er wordt inderdaad gewoon een dataconnectie gemaakt, zal ik maar zeggen. Maar met FSC 11 is ons datastructuur niet, of database-structuur niet veranderd. Dus dit blijft gewoon verder lopen zonder één enkel probleem. Oké, prima. Dankjewel alleszins voor alle vragen. En we hopen zeker nog verder contact met jullie te kunnen hebben. Absoluut. Dank u wel. Okay.